Er moet een bundeling komen van alle kennis voor de opzet van een National Authority voor Suriname, die zich gaat toespitsen op klimaatfinanciering. Dit is een van de zaken die naar zeggen van president Chandrika Prasad Santokhi noodzakelijk is om in Suriname de klimaatproblematiek de komende jaren aan te pakken. Vandaag vond te Weg naar Zee de launch plaats van het Mangrove Rehabilitatieproject van het ministerie van Openbare Werken en de Anton de Kom Universiteit van Suriname. President Santokhi stopte vanmorgen samen met professor Siunat Naipal de eerste mangroveplant voor het project in de grond. Dit moment staat als symbool om Suriname te beschermen tegen klimaatverandering. Tijdens het driejarig project zullen er kwelders worden gebouwd en zal de mangrove worden gerehabiliteerd. Het staatshoofd zegt dat er in de wereld voldoende mogelijkheden zijn om geld te krijgen om ons klimaat te beschermen. Maar omdat er nog geen beleid is gemaakt, kan dat geld niet gehaald worden. Professor, we gaan ook jullie nodig hebben. Alle deskundigen, universiteit gaan we nodig hebben. En professor, ik nodig u uit. Begint u met de studierichting, hoe u het gaat noemen, weet ik niet. Climate change. Die studierichting moet zo snel mogelijk komen. Want we kunnen allerlei dingen, mooie dingen gaan doen in Suriname. Woningbouw, bruggenbouw, grote projecten, oil en gas. Ja. Maar als ons land onder water zit, wat voor zin heeft het al deze mooie projecten? We moeten het land beschermen. Het is nog niet te laat. De wereld heeft beslist. Twee belangrijke maatregelen. Adaptatie, adaptation. Dat is als je het niet meer kan tegenhouden, dan moet je gaan aanpassen. Zoals we nu, dit is adaptation. Aanpassen, planten, beschermen. Zoals binnenland, ga naar hogere delen. Ga weg uit de rivierbedding. Ga naar hoge delen om te bouwen. Het staatshoofd roept ook op tot meer training en bewustwording. Professor Naipal pleit voor de bouw van een houten, doorlaatbare dam te Weg naar Zee. Als we dat kunnen doen en goed kunnen doen, dan kunnen we hiermee sediment opvangen, de golven een beetje afbreken. En sediment zorgt ervoor dat de golven steeds bij hoger wordende zeespiegel kan opwerpen. Hier ziet u duidelijk hoe dat nu eruit ziet. Aan deze kant heeft u de bedevaartsoord en hier zijn de STU's. Je ziet duidelijk dat de mangrovengroei heel goed in feite pakt. En om een beetje veel duidelijker te zijn, dit gedeelte, dat is de dam. Straks gaat u dat ook zien. Dit is het gebied dat opgeworpen is en verhoogd is binnen 5 jaar meer dan 0,5 meter. Dit gebied gaat alleen onder water bij hoogwaterspring. Dit is beplant door ons. En daarachterop hebt u beschermde mangroven. Mangroven die zouden weggaan als wij niets hadden toegedaan. En daar hebben we nog niets. We zijn niet zover. Met als gevolg dat er geen mangroven is en ook geen bescherming is. En u ziet duidelijk in dit verhaal dat wat er gebeurt. De Anton de Kom Universiteit van Suriname zal studenten inzetten voor het project. Bestuursvoorzitter Venetiaan geeft ook de verzekering dat er wetenschappelijke publicaties zullen uitkomen als resultaat van het project.